Een hoge melkproductie met lage krachtvoerkosten. Dat is wat veel melkveehouders graag willen. Maar geitenhouder William van der Burg uit Zegveld lukt dat al. Voerleverancier Gijs uit Azewijn bekroonde de familie als beste allrounder. Ja, natuurlijk ben ik er trots op. Ja, is een mooie, mooi. Deze prijs komt mede door hun hoge eiwitpercentage van 3,63% bij een melkproductie van 1374 kilo. Omdat we hier in een veenweidegebied zitten, hebben we veel, vaak goed gras beschikbaar. En een rantsoen met veel gras is gunstig voor het eiwit. En daarnaast in de fokkerij hebben we de laatste jaren best wel wat stapjes gezet. En de haltes zijn daarbij altijd wel heel belangrijk geweest. Samen met de voerleverancier wordt elke week gekeken of het rantsoen aangepast moet worden. We hebben 4 productiegroepen. Dat is wel heel belangrijk in ons systeem. Die we alle 4 apart benaderen. Wekelijks passen we die rantsoenen aan, zowel gras als krachtvoer. En de krachtvoerstuk, ja, dat ligt echt bij Gijs. Ik heb daar zelf, ik laat dat helemaal hun over eigenlijk. En we zorgen samen dat we goed gras winnen en op de goede manier ervoor komt. En dat krachtvoer laat ik aan hun over. En dat zijn natuurlijk geen grote veranderingen, maar wekelijks stellen we hem scherp. De fokkerij is geen hobby voor Van der Burg, maar daar is wel resultaat te behalen. Wij selecteren onze allerbeste geiten. Stukken 50 per jaar, die lopen we langs. Kijken we, is die geit sterk genoeg, breed genoeg? En ook heeft hij de goede conditie om nog een keer af te lammeren, dus niet te vet. Die selecteren we, daar gaan we de gehaltes van onderzoeken. Dan laat ik ook de AAA-adviseur daar een mok bij zoeken van Geitenkei Nederland. Die insemineren we en daar houden we de bokjes van. Zo, en toch een beetje vers bloed en met de beste geiten verder te fokken. Met een automatisch voersysteem dat sinds vorig jaar op het bedrijf is gekomen, wil Van der Burg de volgende stap zetten.